Samen met de vertegenwoordigers van het Natuurontdekkingscentrum Koudenhoorn en groep 6 van basisschool De Buitenplaats te Warmond plantte wethouder Helene Hooy deze prachtige zonnige donderdagmiddag een zestal bomen op het Koudenhoorn-eiland te Warmond. Drie zogenaamde ratelpopulieren en nog eens drie grauwe abeien werden samen met de vakkundige hulp van de mensen van de Teylingse Groenvoorziening voorzichtig in de vooraf gegraven gaten gehesen en vastgezet met aarde en banden.